De eerste die hierbij komt, dat is de burgemeester van de Pinte, dat is Veerle Klaes. Hilde. Hilde Klaes, excuseer. Goedemorgen. Goedemorgen. Welkom. U heeft iets meegebracht. Ja, inderdaad. Ik ga het even zelf bekijken. Een foto, wat staat daarop? Dat is het Pinteke. Dat is een oud cafeetje. Tegenwoordig is dat ons sociaal huis. En daaruit is de Pinte eigenlijk ontstaan. Wij zijn 150 jaar geleden, hebben wij ons afgescheurd van Nazareth. Wij waren een gehucht. En het gehucht dat leefde rond het Pinteke, rond het cafeetje. En vandaag bestaat het nog altijd. Dus het is echt verbonden met onze geschiedenis. 100 jaar geleden zijn jullie afgescheurd, maar nu leven we in de tijd van de fusies. Inderdaad, Hoe zit het bij jullie? Ja, we hebben nog geen formele gesprekken aangeknoopt met de omliggende gemeente, want we kijken toch wel eerder naar gemeenten die een beetje onze, gelijkwaardig zijn aan onze gemeente. Maar goed, ik denk dat we nog goed onze eigen bonen kunnen doppen en dat we als gemeente ons plan trekken. Dus ik weet niet of we eigenlijk wel... Het is nog geen issue geweest, laat het ons zo zeggen. Uiteraard, volgende legislatuur zal dat er wel aankomen. En ja, we staan er niet weigerachtig tegenover, maar tot nu toe ben ik nog altijd een fiere Pintenaar, een fiere burgemeester. En ik denk dat de nabijheid van een kleine gemeente, ook van het bestuur, ten opzichte van inwoners, dat ook een belangrijk aspect is. En, ja, voorlopig geen fusie dus. Voorlopig geen fusie, maar ja. Oké, ik ga je een vraag stellen van Annemarie over het woonzorgcentrum in Kasteelpark Scheldevelde. In de vorige legislatuur waren er plannen om dat te vernieuwen. Die plannen zijn dan verworpen, het is stopgezet. En dan in november vorig jaar is er dan toch een akkoord bereikt. Hoe zit dat nu? Wel, wij zitten daar in een hele mooie site, een landschappelijk waardevol gebied, cultuurhistorisch. We kunnen daar niet zomaar eender wat neerpoten. We moeten dat met de nodige omzichtigheid doen. We moeten ook altijd in gesprek gaan met onroerend erfgoed. Vandaar dat we een masterplan hebben uitgerold, wat de nodige jaren heeft geduurd om dat in goede banen te leiden, om daar een aantal keuzes in te maken ook. Maar ja, ondertussen is het een moeilijk verhaal geworden binnen de meerderheid, omdat niet iedereen de neus in dezelfde richting heeft, laat het zo zeggen. En wat gaat het dan worden? En we zijn nu nog aan het kijken hoe we dat verder gaan ontwikkelen, want het is uiteraard nodig dat we voor onze senioren een goed hedendaags woonzorgcentrum uitbouwen. We kunnen mensen niet in de kou laten staan. Uiteraard, wij blijven onze erkenning houden, want we zullen nu een aantal kamers vernieuwen, zodanig dat die erkenning niet in het gedrang komt. Dus er is nooit geen probleem voor de bewoners. Maar uiteraard, we moeten op lange termijn kijken en toch zien dat we de toekomst kunnen tegemoet gaan op een manier dat het beantwoordt aan alle hedendaagse noden en comfort. Want ja, maar het is nog niet beslist. Het is nog niet beslist. We zijn nog in de fase van het masterplan en het verder uitwerken daarvan. Een andere vraag. Iemand die zegt, wat is er eigenlijk veranderd in het straatbeeld van de Pinte de voorbije jaren, behalve lagere verkeersdrempels? Ik denk dat we toch wel veel inspanningen gedaan hebben. We hebben heel wat straten vernieuwd. Denk dan maar aan de Bonnenstraat, aan de wijk rond het Zwarte Gat, een rotonde. We hebben ook aan de Oude Gentweg een deel van de fietssnelweg. Hebben we volledig een nieuw fietspad aangelegd. Dat is bijna een kilometer lang. Een fietspad dat ook uiteindelijk zal monden naar de twee grote fietsbruggen in Gent. En zo een hele veilige fietsverbinding zal zijn vanuit het station naar Gent. Dus er is toch wel heel wat veranderd in het straatbeeld. En we hebben, we proberen inderdaad met ons mobiliteitsplan nu ook de nodige aandacht te besteden aan de zwakke weggebruiker. Maar dat gaat natuurlijk niet zomaar. We moeten daar ook centen voor vrijmaken. En we zitten nu in de fase van het mobiliteitsplan, het openbaar onderzoek. En we gaan verder kijken hoe dat we daar kunnen mee omgaan met alle opmerkingen die we nu gaan krijgen. En er is iemand die ook gereageerd heeft, die zegt, ik heb ook meegewerkt aan dat mobiliteitsplan. Ik heb daar ideeën voor geleverd, ik heb mee nagedacht. Ja. En de gemeente heeft dan geld gestoken in studies, maar concreet is er nog niks veranderd op de weg. Hoe komt dat? Ja, dat kan ook niet, want het openbaar onderzoek is nog lopende. Dus dat moet nu nog verder afgewogen worden. En dan gaan we uiteindelijk, zijn er daar een aantal zaken die we...
gaan vooropstellen op korte, middellange en lange termijn. Dat hebben we wel al bepaald. En er zullen zeker en vast veranderingen merkbaar zijn, ook dit jaar al en het komende jaar, die te maken hebben met dat mobiliteitsplan. Ja, maar dus die goede ideeën die daaruit komen, die gaan wel toegepast worden? Ja, zeker en vast, die gaan toegepast worden. En zeker en vast wat betreft ook de zwakke weggebruiker. Ja. Een andere vraag gaat over het voetbalplein aan de Sportwegel, dat geen voetbalplein meer is. Ja. Daar zouden woningen op komen, maar komen die er nu nog? Wat is er gebeurd met die plannen? Het lijkt wel alsof alles hier stil ligt. Dat is ook niet waar. Dat is ook opgenomen in ons RUP Centrumbocht. We zijn met dat ruimtelijk uitvoeringsplan ook bezig. Wat momenteel ook in openbaar onderzoek is. We gaan daar ook al onze partners en de mensen die daar betrokken inwoners zijn en ook verenigingen die daar rond zijn, gaan wij daarbij bevragen ook nog verder en kijken hoe dat we het recreatieve kunnen linken met een aantal sociale woningen die we uiteraard nog nodig hebben in de Pint, want we komen van ver. We moeten onze nog een serieuze inhaalbeweging doen in zaken sociale huurwoningen. Is dat een van uw pijlers voor de volgende verkiezingen? Goh, we hebben echt een ongelooflijke remonte gemaakt. We zijn van quasi niks of een drietal sociale woningen gestart. Hebben we er nu 33 en op korte termijn zullen er nog een aantal bij komen. Maar we moeten naar 99 sociale huurwoningen gaan. We hadden daar een historische achterstand in te halen. Ja. Ik ga u vragen om te eindigen met... Ja. Bal uit onze vaas, neemt u maar. Ja, ik ga de vragen voorlezen. Houdt u het meest van de zomer of van de winter? Och, toch liever van de zomer. Ja? Ja. Waarom? Ik ben geboren in de winter en ik verlang altijd in de winter naar de lente en toch liever naar de zomer. Maar ik vind de tussenseizoenen ook leuk. Stel nu, ze halveren het loon van burgemeester. Zou u dat dan nog doen? Goh, eigenlijk, je doet het niet voor het loon dat je krijgt. Je doet het eigenlijk voor een groot stuk uit idealisme. Maar er komen toch wel heel wat verantwoordelijkheden bij kijken. En het is ook soms dag en nacht werken. Dus ik vind dat we wel mogen gewaardeerd worden voor wat we doen. Maar of dat ik daarmee... Zou je het echt doen voor de helft van het geld? Dan moet je terug je job opnemen, want het is niet dat de burgemeesters zo hoog verloond worden in verhouding toch met de verantwoordelijkheden die ze nemen. Het hangt ook af van je inwonersaantal. Het heeft er allemaal mee te maken. Ja. Ja. Maar ik denk, ik zou het zeker blijven doen, maar dan moet je je job weer part-time opnemen, wat ik nu toch... ik ga nu fulltime voor het burgemeesterschap. En nog een laatste vraag. U ontmoet veel mensen in uw job. Heeft u ooit al eens gedaan dat u iemand kende, terwijl u niet meer wist wie dat was? Ja, ik vind dat soms wel moeilijk. Ik heb soms een aantal keren... Ik moet mensen soms een aantal keren ontmoeten, vooraleer ik ze werkelijk herken ook. Sommige mensen hebben een visueel geheugen. En ja, ik vind dat ook soms moeilijk, dat is waar. En ook namen maar gaandeweg leer je dat wel. En ik heb zo wel doorheen de legislatuur nu, die 5 jaar, mensen wel leren kennen. En dan, dat is wel het leuke aan de job. Maar het is soms moeilijk als burgemeester. Ik kom heel veel mensen tegen. Oké. Dank u wel voor uw komst, mevrouw Hilde Klaas, burgemeester van De Pint. Dank u wel.